Op vrijdag 18 mei, direct na de grote verhuizing, ging het oude ziekenhuis direct op slot. Vandaag ga ik kijken hoe het er nu uitziet. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, kijk nou. Dus ik loop hier helemaal alleen. Dat is bijna niet te geloven. Normaal is het altijd heel erg druk. En als ik dan recht door de ramen heen kijk, dan zie je gewoon, sta je in verbinding met een nieuwbouw. En daar is het heel erg druk. Toch wel leuk, die verbinding. We zitten nu in een OK-kamer en het ziet er echt heel oud uit. Terwijl een paar maanden geleden waren we hier nog volop aan het werk. Het is tamelijk leeg. Vandaag mag ik eindelijk hiermee spelen. Nou, ik loop nu in de uitslaapkamer en het lijkt echt alsof ik in een oude film terecht ben gekomen. Ook weer hier uiteraard verlaten. De gordijnen die er half bij hangen. Deze ziet er nog wel goed uit. Hij doet het nog. Gelig. Allerlei spullen op de grond. Ik heb hier echt mijn licht nodig, want het is gewoon donker. En niet overal is er licht. Nou, hier dan wel. Het gewoon heel veel ramen zijn. Maar anders is het echt gewoon spooky. Nou, in deze kamer zie ik het al. Allerlei teksten op de muren. Echt, hey, Natasha, Lars, Fred en Ton. Tekst gericht aan de longen. Ton zegt tot later. Daggebouw. En echt overal. Zelfs op de grond. Wim. En natuurlijk tijd om dag te zeggen.